Morgen komt ze dus in actie. Voor ons tijd om even te kijken naar op de plek waar het allemaal voor haar begon. Lindsay werkt altijd al super hard en ze komt naar de ijsbaan met een doel. En ze zal elke dag, dag in, dag uit, alles eraan doen om haar doel te bereiken. En dat resulteert in waar ze nu staat. Wat Lindsay zo bijzonder maakt, is niet alleen Lindsay, maar haar gezin daarachter. Oma, opa en moeder. Ze wonen allemaal in één huis. Het is een superhecht gezin. En het is echt een teamprestatie wat ze doen. Ze staat op en de oma zorgt meteen dat ze alle off-ice oefeningen doet thuis. Dat ze de buikspieren doet, dat ze lenigheid, dat ze van alles doet. En dan door naar de baan. Ze rijden overal met Lindsay naartoe. En dat is uiteindelijk waarom Lindsay dit succes heeft. Wij kennen Lindsay vanuit de schaatsschool hier in Breda. Ik denk dat ze een jaar of 6, 7 was toen ze hier kwam. Ik meen me te herinneren dat zij ooit een proefles heeft gedaan in de Efteling. Of tenminste dat haar eerste schaatsles was. En dat vond ze zo leuk dat ze toen een proefles hebben geboekt hier. Dus op die manier is ze terechtgekomen in Breda. Als ik een beetje diep graaf, dan weet ik dat ze inderdaad begonnen is op de schaatsschool met 1 keer in de week. En toen kwamen we er al heel snel achter van, oh, dat gaat eigenlijk best wel leuk, weet je wel. Ze valt best wel op en de schaatsvaardigheid was leuk. En toen zijn we dus verder gaan vragen van, goh, heeft ze interesse om door te stromen naar een speciaal programma wat wij toen draaiden. En daar gingen ze toen mee akkoord. Dus dat ging al heel snel eigenlijk een beetje de professionele kant op. Omdat we toch wel zagen van, ja, ze doet het eigenlijk, het gaat haar wel heel goed af. Dus dan ga je naar 2, 3 keer in de week, naar 4 keer in de week. Zo bouwt zich dat eigenlijk op. En dan leer je nog beter schaatsen, de steps en de moves. Daarna komen er sprongen bij kijken, de pirouettes komen. Dus Lindsay heeft hier eigenlijk alle basisvaardigheden geleerd. Het leuke aan Lindsay is dat ze super leergierig is. Lindsay is iemand die is echt aan je vastgeklampt als je iets aan het zeggen bent. En als je zulke rijders hebt, dat is ideaal om mee te werken. Want je krijgt elke dag plezier, elke minuut is met plezier dat we werken. En dat is geweldig. Maakt me wel trots dat ze hier begonnen is, absoluut. Absoluut, want er zit toch een stukje basis in van ons, weet je. En nu traint ze af en toe ook gewoon mee hier. En ja, voor die meiden die nu nog moeten gaan beginnen, zeg maar, aan dat traject, is dat natuurlijk wel iets om naar uit te kijken. Van wauw, weet je wel, Lindsay schaatst hier rond. Hoe leuk is dat? Dat is wel heel motiverend. Ik heb er alle vertrouwen in. En ik ben ervan overtuigd dat Lindsay gaat presteren. En ook heel belangrijk dat ze gaat genieten van waar ze staat. Het is heel lang geleden dat we een Nederlandse rijdster hebben gehad die op de Olympische Spelen heeft gestaan. En dit is al geweldig, nu is het genieten voor haar. En laten we hopen dat ze het beste gaat doen wat ze in haar leven heeft laten zien.